NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda nu is NAKPRAAT. Nou, het was niet helemaal zoals Jury het altijd doet. Het was een kip. Ja, het was niet helemaal. Ik had hem ook getest tijdens het nieuws, maar eigenlijk nou niet helemaal. Ja. Daar zijn we dan weer. Goedenavond. Ik zit toevallig ook gegrilde kip te eten. Oh, van wat heb je nu weer opgehaald? Ja, salade. Oh, salade. Van de snelle Jan. Dus, leeft hij nog? Ik ben 2 minuten thuis geweest, dus ik moest even langs de supermarkt. Is hij weer tot leven? Dat kan ook. Nee, dat was niet, was geen levende kip. Nee, dat is goed. Was niet Gerard de Haan. Hij is inmiddels gegrild. Ah, ja. Robbie de Kip. Robbie de Kip. Ja, ja, voetballer. Ex-voetballer van Haarlem. Jawel, ken u klassiekers net als Gerard de Haan. We kunnen hele elftallen met dieren maken. Kunnen we even Robbie de Kip, hè? En dat was altijd de opmerking vanaf de tribune. Robbie de Kip, leg ze een ei. Ja. We gaan even terug naar de jaren 70. Ja, zeker mensen. Nou, wat klink ik toch wel lekker vol vandaag. Nou, ik ben er blij mee. We zijn er bij tot 9 uur hier op Breda nu met een wekelijks portie NAK wel en wee. Ja, nou, vooral wee. Maar het lampje van Joep. Ja, we hebben hier. Het lampje mag niet aan. Het lampje, even uitleggen voor de mensen die dat hebben gemist. Kan bijna niet. We hebben hier het lampje van Joep Peters, die niet meer helaas naar ons programma maakt. Maar sindsdien, het lampje van Joep gaat aan bij een overwinning en blijft uit bij een nederlaag of een gelijkspel. Ja. Zo luidde zijn opdracht bij zijn afscheid. Juist, ja. En aangezien wij afgelopen vrijdag verloren hebben van een MVV'tje, blijft het lampje uit. Dus Joep is helemaal de baas, hè? Ja. Waar ik nog dacht dat er een eenvoudige overwinning in zou zitten, omdat het heel MVV laag geplaatst is en zo. Ja. Maar dat zat er helaas bij niet NAK in. Bij NAK is niet wat het lijkt. Nee, inderdaad. Nee, we waren er al weer bang voor. Je verwacht het niet, en toch ook wel. Ja, jij had al gewaarschuwd. Ik had het al gezegd. Ja, jij had al gewaarschuwd. Ik dacht van, nou, er zit al een kleine overwinning in. Maar dat zat er dus niet in. Nou ja. Daar gaan we zeker uitgebreid over hebben. Ja, daar heb ik wel een mening over. Daar hebben we weer een mening over. Wat staat er op het draaiboek allemaal verder nog, Marcel? Uiteraard die wedstrijd. We gaan ook het hebben over onze trainer. Die gaat ons verlaten. Oh, wat jammer nou zeg. Sorry zeg, dat vind ik echt heel jammer. We hebben een grabbelton. En we gaan vooruitkijken naar de wedstrijd van zondag. Om 11:15. Onchristelijk tijdstip. Ja, mogen wij uit naar Groningen. Jezus, hoe laat vertrekken die bussen? De bussen half zeven 's morgens. Nee, die vertrokken om. Ja, al rond de uur op 8:15. Op zondag, Ed. Ja, en 8:15 vanuit Etten-Leur. Lekker op tijd, mensen. Maar ja, het is zomertijd, dus eigenlijk nog een uur vroeger moet je op. Ja, zo kun je het wel uitleggen. Nou, ik vind het. Maar daar hebben we ook weer een mening over, denk ik. Ja. En we hebben iets bijzonders vandaag. In de muziekcategorie, in onze artiest van de maand. Ik zie Peli met koffie komen. Oh, heerlijk koffie. We hebben het al een keer eerder gedaan, hè? Met Rob de Nijs. We hebben ook 2 maanden gehad. Ja, dit is de 2e artiest die we 2 maanden achter elkaar doen. En wie zijn het dan? De mannen van The Who. Ja, we zaten net na te denken wie er allemaal nog zijn. Nou, Roger Daltrey, de zanger, is er nog. En Pete Townshend ook. Zijn allebei. Nou, Roger Daltrey is 80 en Pete Townshend bijna. En de rest is, Keith Moon is al heel lang overleden, drummer. En de bassist, die is ook al 20 jaar ruim overleden. Ja. Dus ze worden allemaal vervangen bij de live optredens waar jij bent geweest, hè, Marcel? Ik heb ze een paar jaar geleden 1 keer gezien in het Ziggo Dome. Ja, was echt geweldig. Dak eraf. Dat zijn echt wel rasartiesten, hè? Dat doen zij dan niet, hè, dak eraf, hè? Nee, dat deden ze vroeger wel, maar tegenwoordig niet meer. Maar je zei, hij doet nog wel iets anders. Ja, hij zwaait met zijn arm. Oh ja, hoe noem je klapwieken. Ja, klapwieken met zijn arm. Dat doet hij nog steeds. Dat deed hij al in de jaren 60. Hij kan het nog steeds. Hij kan het nog steeds. Opa met zijn arm. Ja, opa kan nog steeds met zijn armen zwaaien. Sorry, ik verschoot net even toen ik de vertrektijden zag van de bussen. Oh, heb jij het nou officieel bevestigd? Ja, ik zie hier 7:45 opstap in Breda. En Etten-Leur is 7:15. Volgens mij kunnen ze die bussen net zo goed laten starten bij de haven om 4 uur 's nachts. Ja, dan gaan we allemaal opleiden daar. Jezus. Oh. Ja, maar dat is wel heel bizar vroeg. Ik bedoel, het is wel ver, maar zo lang? Ja. Nou, op zondagmorgen, daar rijdt geen hond. Ja, ik ben de Sjaak komende zondag. Ik moet rijden met een auto. Oeh, dus, iets meer speling. We gaan zo meteen. Ik ga zo meteen even de navigatie eventjes aanzetten. Ja, of moet je ergens omwisselen om. Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet. Is het ter plekke omwisselen. Ja, volgens mij. Achter het uitvak. Ja, het is daar altijd wel heel goed geregeld. Want je wordt daar helemaal afgezonderd van de Groningse sporters. Je komt geen boer tegen. Die zie je dus helemaal niet. En je wordt daar een tunnel in gejaagd.
Ook gejaagd. Ja, met ja, ja. Riek. Nou, dat nou. Nee. Ze zijn toch heel vriendelijk. Oh, dat is beter dan Maroda daar. Ja, dat weet ik trouwens ook nog wel. Absoluut beter dan Maroda. Want als je daar aankomt, dan krijg je meestal wel iets van een gevulde koek of een bakje koffie. Ze mensen hebben wel in de gaten dat je een hele verre reis gemaakt. Dan moet je wel reizen. Maar bij Roda hebben ze dan niet meer. Maar Groningen was vroeger al de puinbak, maar daar hebben ze echt veel verbeterd. Ja, daar hebben ze heel veel verbeterd. Vroeger moest je door dat park heen lopen. Ja, het Oosterpark. Ja. Hé, hey, ik wou deze even helemaal draaien, Marcel, zonder er doorheen te kleppen. Nou, dat is prima, want dan kan ik net genoeg tijd om mijn salade aan. Meer dan terecht dat je dit nummer volledig draait, want dat is een van de betere... Nou, al die nummers zijn goed, maar dat is echt een geweldig nummer. Ja, Bob O'Reilly, mensen, van The Who. Zo, heerlijk. Dan ben je helemaal gedraaid. Kun je hem thuis opnemen? Ja, ja. Met het cassettebandje. Ik ben te laat. Zal ik hem nog een keer aanzetten? Ja, van mij mag je. Hey, Leon heeft net zijn salade op. Leon slikt net zijn laatste hapje door. Van de super saladeboer op de, weet ik waar die zit. Ja, de kip die gaat net. De kip wordt net weer wakker. Oh, hij is nog niet op. Is dit allemaal? Ja, hij is nog niet op. Ah, dat doen we nog wel. Ik draai even voor Hein. Even doen, Leon, voor Hein. Dansen, mensen. Oh, Another Life heet die, Hein. Kun je opzoeken. Oh. Oké, de wedstrijd. Ja, laten we vrolijk verder gaan. Moeten we het daar echt over hebben? Ja, dat staat op draaiboek. Oh, jongens, heb je zelf getypt, bijna. God. Nee. Ja, dramatisch. Ja. Dat is in één woord, vat ik het volgens mij goed samen. Dat is in ieder geval de eerste helft samengevat. Helemaal niks. Nee, de eerste helft was... vreselijk slecht. Ja, we zitten naar te kijken, dacht ik. Ja, dat zetten wij op een gegeven moment tegen elkaar. Waar zitten wij nou naar te kijken? Tempo lag laag, geen lef, geen durf, geen bal naar voren. Alles ging fout. En dan hoor ik iedereen al zeggen van... ja, maar MVV was goed. Die MVV is namelijk helemaal niet goed. Nee, NAC was gewoon ontiegelijk slecht. Ja, ik heb weer voor één helft... We hadden het net over de seizoenkaart. Ik denk dat ik voor volgend jaar gewoon voor een halve seizoenkaart ga. De één helft. Want ik zie steeds maar één helft. En welke zag je deze keer? De tweede helft. Oh, de tweede. Toen werd er in één keer gescoord. Maar, ja, dat doelpunt kwam er uit de niets, hè? Het was in één keer... Ik was al om half vijf uur even die spandoek ophangen. Dus ik was al op tijd bij het stadion. En dan ga ik even naar huis om even alle spullen thuis te brengen. En ik heb er echt moeite mee om mijn eigen naar het stadion weer terug te sleuren. En ik dacht van, nou, even lekker eten. Ik zet wel even de dingen aan. En? Schakelkanaal. En Leo Driessen deed je dan het commentaar. En, dat is ook heel erg. Die schrok ook wakker. En dan gaan we even bij NAC even kijken. Die zei van, ga maar naar een andere wedstrijd hoor. Want hier is precies niks gebeurd. En ik zit zelf ook naar een andere wedstrijd te kijken. Dus, toen gingen ze zonder iets te zeggen gingen ze weer terug naar een andere wedstrijd. Schakelden ze weer door. Want er gebeurde echt letterlijk helemaal niks bij NAC van MVV. En dan zijn er toch nog mensen die vol blijven houden dat Van Gastel een goede trainer is. Hè? Hoe krijg je het voor elkaar? Nou ja, ik denk dat er zeker die eerste helft alles van afstraalde. Dat ze met twee verschillende plannen het veld in gingen. Een plan van de trainer en een plan van de spelers zelf. Want ze hadden zelf allebei een heel ander idee van hoe ze dat ze de wedstrijd aan gingen vliegen. Ik had het idee dat er helemaal geen plan was. Maar dat bleek ook wel na de wedstrijd in de interviews. Toen Boy Kemper een heel andere uitleg van de tactiek geeft. Dat ze met drie man aan het opbouwen waren. En volgens Jean-Paul van Gastel waren ze dat niet aan het doen. En, dat is ook wel weer mooi, hè? Dat was zo pijnlijk. Ja, maar dat is stenen krommend, hè? Daar vind ik nog het eerst. Kijk, ik vind die nederlaag vind ik natuurlijk wel erg. Maar dat je op deze manier voetbalt en dan gewoon 18.000 man gruwelijk voor de gek houdt. Voor de gek houdt, ja. Want dat is heb je echt idee. Erg, jongen. Dat komen is, mensen weer braaf naar het stadion en... je moet de God op je blote knietjes bedanken dat er nog zoveel mensen zo gek idioot zijn om voor dit naar het stadion te komen. En daar maak ik me dus ernstig zorgen over. En nu wordt gewoon in je bek gescheten. Je krijgt iedere keer iets achterlijks voorgeschoten. Ja. Dat is, kijk, dat is een nederlaag kan, hè? Kan. Ja. Als je het gras opvreet en je verliest, dan gaat iedereen er met applaus af. Wij weten wat verlies is, dus we hebben daar geen schrik van. Maar de manier waarop, er wordt helemaal niks laten zien, nul plan. Ja, het is gewoon belachelijk. En wat mij nog het ergste, dat zei ik net ook al, heel veel zorgen baart is dat een aantal mensen, nachtsporters, die zeggen volgend jaar, ik stop ermee, ik neem geen seizoenkaart meer. Dat zijn al mensen die toch 20, 30 jaar naar NAC gaan. Ja, ik zal dat stomme kaartje wel weer gaan kopen. Ja, tuurlijk. Maar wat ik net ook zei, ik heb er steeds meer moeite mee
om mijn eigen naar het stadion te sleuren. En ik heb er steeds minder moeite mee om een heel groot deel van de wedstrijd gewoon te missen. Ja. Maakt niet meer uit. En het maakt, ik kies steeds ook de juiste helft inderdaad. Oh ja, nou, laat ik de tweede helft dan eens gaan. Nou, heel simpel. De uitwedstrijden zijn tegenwoordig leuker dan het thuis. Ja, de uitwedstrijden kan ik me nog wel voor oplaaien. Ja. En dat doen gelukkig ook nog ettelijke honderden met ons. Dat is ook nog best wel veel, hè? Want iedere keer meereist. Ja, als bijna 900 man uitvak bij Roda. Ik wou nog zeggen, als je bij Roda kijkt, dat is onvoorstelbaar. Dan gaan er weer echt belachelijk veel naar Groningen. Ja. Dan zijn er nog maar, geloof ik, 168 of 68 autokaarten. En nog maar van 18. En nog een 65 auto, 7 bus. 7 bus en 65 auto. Ja, dus bijna alles via de SV. Dus we kunnen nagaan hoeveel... En dat is dan niet voor de voetbal, hè? Ja, nou, ook wel voor de voetbal, maar het voetbal zit er niet uit. Ja, we komen niet voor de voetbal, we komen voor de club. Nee. We komen voor het NAC. Nee, maar daarom kom ik ook bij het stadion, hè? Dan kom ik ook toch voor de club en dan zien we wel hoe het schip, waar het schip strandt. En dan doe ik dan toch. Maar inderdaad, maatjes van mij ook, ik kwam daar aan en de helft was er nog niet. En er waren de twee die zaten in, of drie in Café Boeimeer en die kwamen in de tweede helft. Maar die moesten nog even friet eten. En ik kwam niet met drie, maar met twee. Die andere is gewoon gebleven daar in het café. Dus dan merk je wel van, mensen gaan dan ook no-show wordt groter, hè? En dat gaat steeds vaker gebeuren. Ja, ja, het viel me nog mee. Maar ja, je hebt toch wel best een vol stadion. Maar ja, hoe lang blijft dat dan doorgaan zo, hè? Goeie vraag. Het is ieder jaar wel nog steeds. Ja, ik vind dat NAC daar gewoon mee vuur speelt. Je moet een klantenbinding doen. En hoe doe je nou klantenbinding? Ik vond toch een leuke wedstrijd te laten zien. En dat wil niet als zeggen dat je altijd moet winnen. Nee, hoor, absoluut niet. Zoals jij zegt, daar zijn we gewend. Ja. Maar je moet toch wel een beetje aan klantenbinding doen. Ja. En je speelt niet tegen de topper, hè? Je speelt tegen nummer 13. Hallo. Hè? Dat is MVV maar, hè? Die zijn helemaal niet zo goed, hoor. Ja. Nee. En dan hoor ik iedereen zeggen, ze doen het best goed. Nee, NAC was ontiegelijk zo. Ja, ik vond ze op alle manieren wel iets meer fris voetballen dan NAC. Maar ja, NAC was zo suf. Dat is dan niet zo moeilijk, hè? Ja, en dan komen ze dan de tweede helft, als we naar de tweede helft kunnen. Ja. Komen ze dan nog heel uit het niets, op voorsprong. Dat doelpunt is ook, wij denken van, hoe kan dat nou, joh? Dat kan NAC nooit zelf gescoord hebben, en dat bleek ook. Dat zagen wij niet meteen trouwens, maar wij dachten dat Royo wel scoorde. Maar wij hadden het ook niet in de gaten van, hè, zit hij nou weer? Hij zit! Net bewogen, ik zie poppetjes met de handen doen. En wie scoort er dan? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, we moeten even aan die luisteren. Oh, Royo. Ja, toen bleek dus een eigen doelman te zijn. Van een of andere, hoe heet die vent? Een Sheng met een moeilijke naam. Nieling. Oh ja. Die valt nog mee. Ja. Die moeilijkheid valt nog mee. Ja. Sheng met een moeilijke naam die Nieling heet. Ja. En daarna kwamen er nog twee. Jij wil even analyseren. Die 1-0. Toen dacht ik van, nou, dat is prima. Ten eerste, dan heb ik de Nostradamus goed. Als het 1-0 blijft, dan ben je een slechte wedstrijd. En dan ben je op een bepaalde manier toch goed tussen aanhalingstekens. Dus laat ze deze wedstrijd maar over de streep trekken. Maar helaas was het binnen 10 minuten alweer 1-1. Omdat MVV aan hun rechterzijde, hun linkerzijde en NAC's rechterzijde een mannetje meer creëerde. En dat kwam heel eenvoudig, echt kinderlijk eenvoudig, kwam daar de 1-1 uit. Door die nummer 7, die overigens een heel leuk voetballertje is. Die viel in en die scoorde meteen. Ja. Tassie. En daarna liet hij nog even zien dat hij echt kon voetballen. Toen stuurde hij even Lucas het bos in. Ja. En toen scoorde hij zelf nog ook tegen de 2-1. Ja. De 1-2, sorry. Het was... En toen was het wel klaar. Mooi. Toen probeerde een beetje stoem en drank te doen. Maar daarna probeert Van Gastel van alles inderdaad door aan te gaan vallen. Maar wat ik al schreef, wat heel de wedstrijd al niet lukte, lukte dan ook niet. Hè? Ja. Dan gaat Houken erin. Ja, dat is allemaal prima. Maar ja, dat werkt allemaal niet. Nee. Maar blessures zijn een beetje een excuus. Maar ja, die hebben al zo lang... Wat me opviel in die tweede helft is dat Kemper zo lang moest blijven staan. Want die zag je echt al op zijn eind lopen. Ja, dat hij een hele wedstrijd voetbalde. En dat zag ik ook bevestigd in een interview van afgelopen week met Boy Kemper. Dus dat hij zelf al, ik was na 75 minuten al helemaal klaar op. De pijp was leeg, zei hij. Dat was bevestigd. En we hadden zelfs nog een paar wissels over, maar hij moest blijven staan. Ja, en, ook weer apart, hè? Ja. Er wordt dan ook niet gecommuniceerd van haal me er maar af en de laatste kwartier frisse mannen. Nou was Kemper niet de dissonant in het verhaal, dus die deed best wel weer goed. Nee, ik vind het prettig om zo'n jongen erbij te hebben. Nou, moet je altijd hebben. Dat is heerlijk om zo'n gasten te zien werken en zoeken en knokken. Ja. En ik wil niet zeggen dat ze alle 11 zo moeten zijn, maar één op zijn minst in de verdediging moet je wel hebben. Één strijder, hè? Ja, één strijder met de hoofdletter S. Ja. Ja. Maar goed, hij is ook nog niet helemaal qua meters maken wedstrijd fit. Nee, dat zegt hij dan zelf ook, maar vervolgens moet hij blijven staan. Ja.
Ja, dat begrijp ik dus niet. Nee. Ja. Maar weer verdedigend allemaal. Hè. Het is allemaal net nooit echt aanvallend. Hè. Ja. Wisselen ook. Dat doet hij nooit. Nou, hij ging op een gegeven moment wel aanvallend wisselen. Ja. Toen we achter stonden. Maar toen was het te laat. Ja, veel te laat. Ja. 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 Ik bedoel, met Houken bedoel jij? Ja. Ja, ja, want toen ging Marijnissen eraf, geloof ik. Ja, maar dat is niet, Garbert. Oh, Garbert. Oh ja, dan ga je wel een beetje aanvallende wisselen. Ja. Maar toch, de creativiteit wordt dan niet bepaald meer. En Garbert had natuurlijk ook wat interlandjes erop zitten. Ja, maar die mag. Dat is ook wel een beetje vervelend aan het worden. Met allemaal jetlags iedere keer. Ja, ik snap dat hij opgeroepen wordt. Maar ja, hij komt iedere keer half bakken terug. Wil hij nog voor mijn NAC spelen eigenlijk? Het is voor zijn landje, hè? Ja. En Boeren kwam erin voor Marijnissen. Oh, die kwam erin. Ja. Maar Marijnissen, die. Ja. Marijnissen is een aardige gast, maar ja. Heel simpel, voetbal, het komt u tekort. Maar ja, het is wel een heel aardige gast. Ja. Nogmaals, als je er één zo'n speler bij hebt. Is dat meer dan voldoende? Hè? Ja. Ja. Laten we er niet te veel van doen. Ja, inderdaad. Dan heb ik liever een kwalitatieve goede aanval. Maar waarom is Boeren nou? Want die overal scoorde die. Dat is ook niet helemaal waar. Nou, hij heeft wel een tijd dat hij veel scoorde bij. Nee. Dat was alleen in zijn tijd bij Top Os. Oh, toen was het. Ja, maar ja, oké. Okay. Top Os hadden we ooit ook een spits gehaald. Weet je ook alweer die Turkse gast? Oh! Die scoorde daar ook 100 goals en bij ons 1. Ja, die Turk. Ja, dat moeten we even Peli laten opzoeken. Die nogal omvangrijke Turk. Ja. Maar die zoeken we even op. Ik ben even zijn naam kwijt. Leon, help even. Een jaar of 4, 5 geleden. Oh, even graven. Peli. Ja, Peli is die zoeken we even op. Die zoeken we daar even op. En als je kunt hem ook doorgeven via onze Twitterkanaal. Dan ben je er nu naar praat Twitter. Die hebben nog niet openstaan. Doen we zo even. Dan kunnen we even kijken. Die komt wel binnen, die naam. Die komt wel binnen. Dus even de Turk van een paar jaar geleden van Top Os gekocht. En bij NAC scoorde die nooit. Nou, 2 keer of zo. Ja. En dan was veel geblesseerd ook. Ja. Ook alweer. Maar ja. En hij kon niet zo goed lopen. Nee. Hoe heet die Turk van die wij hebben gehad van Top Os? Peli wordt erbij betrokken. Oh, ja. Daar kan ik niet al te lang over hebben. Adrie Lips is er ook. Die weet het. Ja. Ook weet het ook niet. Nou, kom maar binnen of via de WhatsApp-box, via de Twitter. Breda nu NAC praat, dan komt het wel vanzelf binnen. Kwam van Top Os. Ja, die kwam van Top Os. Dogan. Dogan. Yay. Oh, die zanger. Ja, stop maar. Stop de tijd. Ja, wat heb ik gewonnen? Nou, nog een bakje gegrilde kip. Een bakje gegrilde kip van de kipkoning. Zo is verder. Oh, wat is dat speler zeg? Dogan. God. Nou, dood dan is dat die zanger. Oh, ik zou hem door elkaar niet lessen. Nou ja, die kan misschien nog beter voetballen. Waar zijn we jongens? Maar er kwam voorin helemaal geen bal. Nee. Dus het, ook in de laatste 5 minuten niet. Ja. En dan Leon, leg even uit wat er in de laatste seconde gebeurde. Oh ja, zo, dat zag ik koddig uit. Ja, dat zag ik. Nou, koddig. Dat is echt wel, alles. Noem maar alles maar. Ja. Want zelfs ESPN die had zoiets van, ja, wat doe je in de laatste minuut als je met 1-2 achter staat? Ja, lekker rustig aandoen. Lekker balletje ingooien. Nog eens even een andere bal uitkiezen. Doe jij dat maar ingooien. Ballen pompen. En mee doet de scheidsrechter meer dan terecht affluiten. Ja, want we zitten dik over de tijd. We gaan niet op die nakkers wachten. Nee. Als die niet willen winnen, dan gaan we gewoon door. Dan gaan we naar huis. dan gaan we lekker onder de douche aan. Ja, we douchen. Ja, het is wel ongelooflijk, hè? Ja, ik vind dat typerend. Dus daar was alles mee gezegd. Dat is momenteel de topsportmentaliteit bij NAC. De groep is helemaal doorspekt van het besef waar we staan. Zo blijkt maar weer. En dat heeft de technische staf ook goed bij die jongens van doen doordringen. Is die kip cynisch maken of zo? Echt een goede grip op die jongens. Ja. Ja, dat, ja. Ik denk dat dit alles zegt ook over de staat van hoe de verhouding is tussen groep en trainers. Ja, niet. En dat heeft ons gewoon een paar puntjes gekost weer. Best wel, ja. En dan is de vraag aan de wijze heren binnen de club van hoe lang moeten we deze situatie nog door laten gaan. Want ik heb niet de illusie dat we met deze... Dat we hier nog een succesje en een verrassing uit gaan halen voor de rest van het seizoen. Dat denk ik ook. Dat hebben we de vorige wedstrijd ook al gezien. En dan kan je net zo goed gewoon terugtrekken uit de play-offs. En gewoon niet meedoen. Laten we onszelf allemaal niet voor de gek houden en op tijd op vakantie gaan. Toch? Ja, helemaal mee eens. Alleen bij NAC denken ze daar anders over. Ja, dan zijn ze meer bang voor gezichtsverlies of zo. Ja. En dus iemand niet eerder de laan uit te sturen. Ja, en die krijgen wij, geld. Nu krijgen wij het verwijt van jullie beginnen no wat en dit en dat. Maar ervaring leert het, hè? Ja. Volgens mij kun je beter wat anders mee. Ja, voor gasten die stopten dus ook aan het einde van het seizoen. Was ook geen verrassing. Maar ja, ze hadden dus van de winter... Nou, wacht even. Ho, ho, ho. Dan stap je even over iets heel makkelijks heen. Dat was geen verrassing.
Daar heb je in één kant heb je daar volledig gelijk in. Want voetbaltechnisch gezien ziet het er gewoon helemaal niet uit. En past Van Gastel misschien wel een goede trainer, maar die past totaal niet bij NAC. Het is ook niet dat wij ook nu zeggen van we leggen het, we geven de pijp aan Maarten, we geven op. Hè? Nee, ze hadden gewoon naar ons moeten luisteren in die eerste week van januari. Ja, als die man al zijn pijlen op Turkije heeft gericht, dan moet je gelijk afscheid nemen. En dat is punt 2. Je kunt wel roepen van nee, we gaan voor de missie en noem maar op. En we hebben de focus vol op de club. Ja. We wisten toen toch ook dat dikke bullshit was. Dat is toch nooit meer goed. En gewoon die ton vangen en vanuit Turkije en doei. Hij was de grip op die groep toen al kwijt. En dat is daarna ook niet meer beter geworden. Nee. Dat wist NAC. Althans, dat had NAC moeten weten, maar ja, allemaal op de pikkie getrapt. En ze moesten allemaal tussen zaakwaarnemers die zich allemaal gepiepeld voelden. En ego's die bepaalden. Ja, kijk, wat ik heel raar, want toen riepen ze vooral, hadden ze vooral de mond vol van continuïteit. Ja. En 5 maanden of 4 maanden later is die continuïteit is volledig verdwenen. En ik kan er eigenlijk ook Jean-Paul Van Gastel eigenlijk weinig in verwijten. Want die heeft er eigenlijk nooit een geheim van gemaakt dat hij buitenlandse ambitie had. Nee, is in januari al eerlijk geweest. Ja, dat hebben we toen ook al gezegd. Dit heb je dan vergeten te vragen aan hem. Van, je weet toch dat hij op elke trein waar Giovanni van Bronckhorst stapt, dat hij ook een ticket mee wilde kopen. Nou. En dat is nogal naïef om te denken dat je dan iemand maar wil je club kan houden. Wil je dit seizoen toch wat bereiken, dan zou ik zeggen, flikker de trainer onmiddellijk op straat. Haal een vervanger. Wie? Weet ik niet. Waarom zou je iemand halen? Je hebt Molhoek als interimmer, hè? Ja, eventueel, hè? Ook uit interimmer. Die heeft alleen Lokhoff heeft papieren. Ga desnoods daarmee door. Maar in ieder geval, doe iets. En hoop dat er een schokeffect optreedt in de na-competitie. Ja, dat is één. Ik ben met je eens, maar dit zag je al bijna ver aankomen, hè, dat dit niet zou gaan werken. Maar wij zeiden het in januari inderdaad, van vertrouwen, dat kan hij niet meer helemaal houden, want hij wil eigenlijk weg. Die spelers gaan niet meer door het vuur. Nee. En dat merk je. Dat merk je 3 maanden later nu helemaal. Ja. Maar ja, dus... Ik ben heel benieuwd naar zondag hoe dat daar de inzet en de sfeer in de spelersgroep is. Het zou me verbazen als we resultaten halen. Daar. Dat verbaast mij ook, ja. Maar ja, je weet, het is wel NAC. Ja, het is nog steeds NAC. Dus er zit nog steeds iets onvoorspelbaars in. Dat geef ik gelijk toe. Maar normaal gesproken ga je daar gewoon hard onderuit. Ja, dat denk ik ook. Leon? Leon is de mond vol. Sorry. Mijn mond vol en besluit iets aan mij te gaan. Ja, dan mag Groningen is wel in vorm. Hè? Die hebben de weg naar boven gevonden. Overigens stond Groningen halverwege. Stonden die nog gewoon 12 of 13. Hè? Ja, die hebben veel opgehaald. Die stonden ook onder ons. Hè? Ja, die hebben gewoon langzaam naar boven. Dus het kan wel. Ja. Zijn een bloedvorm, hè? Die zijn een bloedvorm en wij niet. Nee, wij niet. Nee. Nee, blijf erbij. We hebben best kwaliteit. Maar er zit de puzzel valt niet in elkaar. Het is een soort... Ik denk ook dat wij best een aardig elftal hebben. Ja. Maar dat de poppetjes op de verkeerde plaats staan. Ja, Janusek stond weer verkeerd, hè? Nee, Janusek stond vandaag wel vrijdag wel op 10. Hij stond niet op de tijd. Jawel, waar Marijnissen stond aan de zijkant samen met Kuipers. Ja. Daar waren de flanks. Kuipers, die was ook weer... Nee, maar ik heb wederom een klein gesprek gehad met Karelsen. En proberen uit te leggen van stop nou eens met die vleugelspelers. Daar komt helemaal niks van af. Goeie jongens, hè, die Marijnus en die Kuipers werken allemaal hard. Geven de hele ziel en zaligheid voor de club. Maar daar komt geen bal vanaf. Dus stop daar dan met voetballen met die vleugelspelers. Ja. Ga iets anders verzinnen. En wat zegt John dan? Ja, nee. Weet je wel hoeveel blessures wij hebben gehad? Ja, dat vind ik zo makkelijk, hè? Ja. Dat vind ik zo makkelijk om je daarachter te verschuilen. Het gaat helemaal nergens over. Dat blijft zo, want we hebben er nog steeds 10. Bovendien, tweede argument. Vleugelspelers werken niet. Tweede argument. Omerson is veel beter in het tweespitsensysteem. Dat hebben we vorig jaar gezien met, weet je ook weer, Van der Zanden. Ja, dat was gewoon hebben blind. We kunnen zien dat hij gewoon geweldig kan voetballen. Want Omerson is een van je betere voetballers. Nou loopt hij helemaal te dwalen. Hij moet het allemaal alleen doen. Je ziet hem ook gaan als hij Omerson die jaagt. En dan zie je hem omkijken. Er komt niemand. Ik moet het weer alleen doen. Ja, dat is ook. Maar en dan wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, die loopt zich helemaal suf. Ja, en maar geen resultaat. Suf. Ja. Ja. Dus daar moet iemand bij. Ja. Ja, die zit in Den Haag op de bank. Hè? Van de Zanden. Ja, dat vind die ik. Die zit wel. Alleen maar daar vanwege de ruzie met die ballen. Ja. En anders was hij gewoon hier gebleven. Ja. Oké, Van Gastel die gaat vertrekken. Zijn geliefde avontuur. Ja. Welk avontuur weten we nog niet, hè? Nee. Of die iets heeft. Wherever Gio goes. Hè? Ja, die zit ook nog thuis.
Die is toen uiteindelijk niet naar Besiktas gegaan. Nee, dat ging niet door. Maar hij was ook niet eerst de keus volgens mij daar zelf toen. Maar... Nee, die schakelen als het niet rap genoeg gaat, dan schakelen ze rap genoeg. Ja, morgen terugbellen. Anders gaan ze door. Ja. Ja. Nou ja, dat snap ik ook wel. Maar wie nu? Ja. We hebben allemaal namen in het... ik heb Rick Kruis hoor ik, maar die hoorde gisteren ook weer over Heerenveen, dat hij daar naartoe zou gaan. Dus dan denk ik dat we wel kansloos zijn als hij daar op de lijst staat. Ja, dat heb ik wel zeker. Wij zijn tegenover de Eredivisie zijn wij gewoon kansloos. Hè? Want wij zijn geen Eredivisie-club. Nee. Zijn wij niet. In alles. In alles. Ja, misschien in het toeschouwersaantal wel, maar dan, de rest niet. Ja. Maar verder is het allemaal niet meer. Nee, in organisatie en niveau en dat soort dingen. En daar kijken trainers ook naar, hè? Ja. Want ik zag afgelopen week vandaag ook weer een discussie, zeg maar. Er werd zo'n neemropping gedaan, John van der Brom of zo. Oh ja, die heeft ook gezegd dat hij wel wil. Er zei iemand op Twitter van, nou, ik zat net bij een themabijeenkomst bij de KNVB. En er werd John van der Brom ook gevraagd, hey, als NAC belt, of nee, als NAC, vind je dat een mooie uitdaging? En dan zegt ze mogen altijd bellen. Ja. Wat erop neerkomt, ik zal ze niet bellen, maar ze mogen altijd mij bellen met een aanbod. En ik geldt altijd, dat zal waarschijnlijk nee horen. Want, hij zit thuis, hè? Van der Brom. Ja. Dus die is vrij. Waar zat die? Ja, klopt. Bij Turkije. Los van elke trainer met een beetje statuur. Waar NAC een beetje beter van zou kunnen worden. Die zal een eisenpakket neerleggen. En niet alleen over zijn eigen trainerstaf. Maar die zal ook zijn knopen tellen, zeg maar. Ja. Als die bij NAC binnenkomt. Van wat er allemaal voor faciliteiten zijn. Hoe de organisatie is in. Hoe de organisatie is opgebouwd. En wat voor poppetjes en wat voor kunde er allemaal wel of niet aanwezig is. Om de voorwaarden te kunnen creëren. Om tot een succes te kunnen komen. En vooral toekomstbestendig te worden. En dat is NAC alles behalve. Als we zo even conclusie trekken. Ik heb allemaal minpunten in mijn hoofd meteen. Ja? Allemaal min. Als de supporter denkt, zeg maar. We denken dan van, oh ja, nee, goede trainer. En we hebben goede spelers, dus dat moet toch goed komen. En wat ik dan zeg is. Er is iets meer voor nodig dan alleen een goede trainer en een paar goede spelertjes. Er moet er rondom, als het gaat om de aanwezigheid van goede, gedegen organisatie, dan is het bij NAC nogal wat smal en pover. Mag ik John van der Brom toch even langs de meetlat leggen? Of niet? Ik weet, ik weet niet of het relevant is. Puur voetballend, want ik vind zijn elftal altijd wel aardig voetballen. Ja. Zit verzorgd voetbal, aanvallend voetbal. Er is één nadeel, vind ik altijd. Als het wat minder draait, dan gaat hij allemaal van zich afschoppen. Ja. Dan geeft hij allemaal de organisatie de schuld. En dat is gewoon makkelijk bij NAC en de spelers. En dus dat is dan minder. Dus als het minder goed gaat, hemelt hij alles op. Ja, ja. Maar als het slecht gaat, dan ligt het altijd aan anderen. Misschien leert hij ervan langzamerhand dat hij dat minder doet. Hij zit trouwens in Polen bij Lech Poznan. Nee, dat is hij ontslagen. Daar zat hij. Daar zat hij. Dat was zijn laatste club. Ja. Maar die gaat het niet worden, dus we hoeven het niet al te veel woorden te maken. Zoals heel veel goede trainers. Ik heb alweer te veel. Waar we nog niet aan hoeven te denken. Want daar strooien we onszelf ook allemaal veel te veel zand mee in de ogen. We moeten eerst eens even kijken. Ja, want dat frustreert me ook mateloos. Natuurlijk is er dat partnerfonds is natuurlijk nog niet tot leven geroepen. En dat was een van de voorwaarden om in ieder geval de organisatie wat op een hoger niveau te krijgen. En dat betekent dus inderdaad die organisatie wat breder en kundiger maken. Zodat er dus meer geld binnen kan komen? Zolang je dat niet hebt gedaan, gaan ook trainers van het kaliber John van der Brom nog niet eens aan NAC denken. Nee, ik denk toch niet. Dan gaat geen enkele trainer, als die dat ziet zoals de club er nou bij staat, hoe het is ingericht, daar gaat niemand zich aan branden. Ik gun het ook niemand. Dat hoef ik niet eens te doen. Ze hoeven alleen maar naar de krant te lezen. Hoe daar komen ze niet. Daar hoef ik weinig aan toe te voegen. Als je nu instapt, dan graaf je eigen graf. Hè? Ja, wat we hierover zeggen, zou een prikkel mogen zijn voor heel de organisatie. Van maak daar eens werk van en maak er eens haast mee. Om die organisatie, het is kip-ei verhaal. We hebben dan zogenaamd op dit niveau zogenaamd de middelen niet. Volgens mij is er ambitie getoond om die middelen juist wel uit te geven. En om die organisatie op te bouwen. Om de voorwaarden te creëren. Om goede mensen met een goede organisatie goede mensen aan te trekken. Want dan stappen goede mensen er ook niet in. Alleen dan kan je toekomstbestendig en duurzaam promoveren. In ieder geval promoveren en daar en blijven. Niet het heen en weer. Dat je organisatie er klaar en solide genoeg is om op dat niveau te blijven. Ja, zijn we nog lang niet, hè? Nee.
Dat is alleen maar minder geworden. We staan gewoon stil. We hebben afgelopen, sinds dat we met de hele nieuwe de overname, et cetera, zijn begonnen. Ik durf niet te zeggen wie er nou echt is aangetrokken om, om de organisatie kundiger te maken en te verbreden. En dat zie je ook in de prestatie op het veld. Zie je ook hoe, uiteindelijk zie je dat daarop. Het is ook, je kan enerzijds kan je ook de trainers verwijten dat er merendeel van de spelers niet beter zijn geworden of iets dergelijks. Maar dat ligt ook aan het gebrek aan begeleiding en persoonlijke aandacht aan, om spelers individueel beter te maken. Dat heb je op een gegeven moment nodig om naar een hoger plan te gaan. En dan speelt Ome Toon ook nog op de achtergrond een rol. Het komt op heel veel lagen van de club komt nog allemaal redelijk klungelig. Zeg ik het heel voorzichtig. Dat zeg je heel netjes, ja. Zeg ik heel maar eigenlijk zijn je al drie jaar netjes. Stil, hè? Want nee, maar de professionalisering van die club die zo beloofd was... Die was beloofd, die ja. is nog heel ver te zoeken. Ja. Maar je hebt en dat is gewoon frustrerend. En, ja, we zijn eigenlijk al gestopt, een beetje afgestompt... om er echt boos om te worden, want ja, het is... Ja, we hebben ook, Jury is er ook niet. Kunnen we geen rubriek invoeren dat hij boos wordt? Nee, Jury had een boos rubriek. Nou ja, is het goed dat er mensen boos worden die je normaal gesproken niet boos ziet, zeg maar. Ik heb een vraag. Kan elke week boos zijn, dan wordt het op een gegeven moment niet meer heel serieus, zeg maar. Ik heb een vraag die ik misschien al eerder gesteld heb. Kun je concluderen dat wij met NAC is Breda de verkeerde keuze hebben gemaakt? Nee. Nee, dat... Nee, daarna zijn er wel verkeerde keuzes gemaakt. Ja, daarna ja. Ja. Ja, er was wel een duidelijke voorwaarde dat het gewoon weer terug in Breda's hand had moeten zijn. Maar ik denk dat bij NAC is Breda ook wel zoetjes aan erkend is geworden. Dat zij liever niet al te veel, al te vroeg, al te snel uit handen hebben willen geven. En sommige acteurs iets te veel zeggenschap hebben gegeven. En iets te veel naar geluisterd hebben. En daarna gehandeld hebben. En dat ons dat geen goeds heeft gedaan. Nee, die dat ons dat Henk Valk heeft opgeleverd. Ja. En die zal ongetwijfeld heel veel dingen goed kunnen. Maar niet projectmatig bij NAC dingetjes aanpakken en dingen opbouwen. Daar was hij niet geschikt voor. En die hele groep van oud-NAC. Pierre van Oudonk, Ton Loghoff, John Karelsen. Dat houdt elkaar allemaal goed vast. Dat houdt elkaar goed vast. Ja, dat is op zich niet erg als ze maar presteren. En als het niet presteert, dan moet je elkaar ook los kunnen dan laten. Dan wordt dat als eerste geroepen. Hè, van, kijk eens, het is een vriendengroepje. Ja. En, ja. Als er echt desfunctioneren is en daar niet uit wordt gehaald wat er van tevoren wat verwacht werd. Dan moet je ook eerlijk naar elkaar zijn. Ja. En als ze elkaar niet los durven laten, omdat ze elkaar dan niet meer bij oud-NAC op het veld durven te staan. Elkaar niet meer kunnen luchten aan de bar in de kantine, dan bij wijze van spreken, dan is dat elkaar ongezond lang vasthouden. Ja. Dan is dat niet in belang van de club. En dat is dus wel het gevaar wat er dan is. Ja, het gehoopte effect wat NAC Breda hoopte te hebben, ja. Dat is niet opgetreden. Dat betaalt zich nog niet uit. Nou, niet veel positieve noten hierover, maar dat wisten we eigenlijk al. Dat was toch niet te verwachten. Maar dat was natuurlijk eigenlijk in de opmaat naar die overname was dat al daarvoor ook al heel lang. Hè? Dus eigenlijk staan we al 4 jaar stil. Nou, tel er maar gewoon 8 jaar voor. Hallo. Nee, dat is gewoon sinds, zo. Sinds 2013, sinds dat er een gedwongen aandelerstoestand is, zeg maar. Heeft de hele organisatie zich in zichzelf elkaar in de wurggreep gehouden. Waar niet werd doorontwikkeld. Daar wil ik één ding over zeggen. Uh-huh. Stel dat we al een jaar of, nou zeg maar, 10, 12 stilstaan. Ja. Dat kun je niet in één periode wijzigen. Dat gaat niet. Ja, en met de mislukte aanstelling van een technisch directeur of een algemeen directeur die niet heeft kunnen leveren wat hij voor aangesteld is, staan we gewoon een jaar stil. Ja. Minimaal. Weer een jaar helemaal niks gedaan. Ja. En nu moet er een nieuwe directeur komen. Die nu al in een volledig ingerichte, organisatie ingestapt is. Nee, maar waar de machtsverhoudingen, waar de krachtvelden al zodanig zijn. Dat een nieuwe directeur een helve job heeft om daar zijn stempel te drukken. Ja, dat is. Ja, dus krijgt het heel moeilijk, de algemeen directeur. Dat had Henk Valk al. Want Henk Valk was al eigenlijk was al een verkeerde top-down verzonnen systeem veel te laat ingestapt. Ik zou willen zeggen, Henk Valk was... Dan hadden we dat al voorspeld. Al een vreemde vogel, maar Die kwam alleen maar naar buiten als er negatieve dingen waren te melden. En verder zag je hem het podium nooit, hè? Ja, maar dat is ook niet echt relevant meer. Maar dat is het enige wat hij nog wel zijn stempel mee kon drukken. Want beleidsmatig kon hij niks meer echt naar buiten brengen. Nee.
Maar er zijn er nou namen al of voor mensen of is er helemaal nog niks? Er werd de schijn gewekt alsof er mensen echt aan het solliciteren was al om als een malle. Maar volgens mij, ik heb niet het idee dat het heel erg storm loopt. Nee. Nou, volgens mij hoeft zo'n sollicitatieprocedure geen 5 maanden te duren. Er gebeurt gewoon niks. Bijna. Ja, ik denk dat ze nog niet de wonderboy hebben gevonden. Of wonder girl. Hey, zullen we even naar de girls? Want naar de girls, het voetbal van de dames. Willen we daar even naartoe? Ja, we hebben een trainer. Daar wel. Zij wel. Daar pakken ze door. Heeft wel een mooie naam, Richard Mank. Ja, die past ook wel bij NAC. Past wel goed bij de heren dan ook. Maar hij wordt de trainer van de dames per 1 juli. Ja. Tekent een contract voor 2 jaar. Hij komt van Excelsior. En daar is hij voor het vrouwenvoetbal is hij verantwoordelijk. En daar heb ik gelijk een vraag over. Ja. Door wie wordt hij betaald? Ja, precies. Dat is de vraag die bij ons naar voren kwam. Want geldstromen. Het enige wat we eigenlijk bij de aankondiging ook al zeiden 2 weken terug. Wij zien nog steeds geen aparte entiteit of KVK-inschrijving of geen aparte BV worden opgericht. Nee, helemaal dus, niks. Het heeft er nu alle schijn van dat het ook echt gewoon onderdeel is van NAC Breda BV. Nou, het moet NAC Breda heet natuurlijk. Maar het valt, zoals alle schijn heeft, dat het gewoon echt helemaal onder de financiële verantwoordelijkheid van de algemene organisatie valt. Ja. En daar zijn we een beetje bang voor. Wat vinden we daarvan? Ik ben pro vrouwenvoetbal bij NAC. Maar we moeten eventjes wel de prioriteiten goed hebben op het mannenzaakje. Want als mannenzaakje het schip ingaat, dan hoeven we net zo goed met vrouwenvoetbal opnieuw te beginnen. Toch? Nou, ik zou een stapje verder willen gaan. Stel dat na 2 jaar het vrouwenvoetbal financieel gezien niet echt veel oplevert. Dat gaat het sowieso niet doen. Nee. Je doet het nergens. Nee, dat is trouwens waar. Maar stel dat ze een tekort hebben van een aantal ton, bij wie gaan ze dan aankloppen? Waar gaan ze aankloppen? Waar gaat het bonnetje naartoe? Ja, waar gaat het bonnetje naartoe? En gaat de hoofdtak bij lappen? Of gaat Karel Vrolijk bijstorten? Ja, dat kan precies. Ook, ja, maar dat... Als dat al besloten is, zet het alsjeblieft, maak het alsjeblieft bekend. Oh ja, en, dat communiceren. Als dat al uitgemaakte zaak is, van ja, nee. En communicatie dat, ik sta er garant voor dit en dat. Zo. Communicatie is een van de dingen die NAC Breda beter zou doen. Ja. Nou, daar merk ik ook niet zoveel van. Nee, daar merk ik helemaal niks. Nee, dat was vroeger beter. Ja. Ja. Nou, dat is ook weer... Nou, bij Vlagen was het bij Vlagen. Bij Vlagen was het vooruit dan. Er wordt inderdaad wel gecommuniceerd en er wordt er wel voor gezorgd dat er zo periodiek onder zoveel dagen een nieuwtje over vrouwenvoetbal naar buiten komt. Maar niet er worden niet de vragen beantwoord waar wij nou mee zitten. En ik heb ook van de clubraad, ik weet dat ze luisteren, ik ben benieuwd of dat, misschien kan de clubraad ook laten weten of dat hier ook al vragen op papier worden gezet of dat die ook al gesteld zijn. Dan horen wij dat graag of dat die vragen al gesteld wordt en of dat NAC deze al aan het beantwoorden is of dat wij deze vragen voor hun moeten gaan stellen. Ja, moeten we eventjes Doorsturen per mail. Nou, hier is de clubraad ook voor, hè? Dus ja. Dan mogen we deze vragen. Dus dat zijn prangende dingen waar wij mee zitten en ik denk dat dat voor het draagvlak want we willen er graag achter staan. Maar we willen wel dat het onder. Is er al, nou we het toch over de clubraad hebben, is er al nieuws over de zetel van de supporters in de RVC? Nee, daar hebben we nog geen koppeling over. Dat is nog steeds ongoing. Maar ik hoop dat ze daar wel in doorpakken. En dat gesprek wat beloofd was dat ze dat gingen voeren, dat het goed wordt doorgepakt. Ja, ik heb bij het NAC-museum nog steeds Ome Toon niet gezien. Dat hij daar een keer een rondleiding... Ja, die krijgt hij van mij gratis, hè? Oh ja, daar hoeft hij niet voor te betalen. Dan leg ik hem gewoon even uit waarom dat supporters wel thuis horen in de RVC. Ja, ik vrees dat daar niet zijn interesse gaat liggen. Nee, dat denk ik ook niet, maar... Het is maar dat je het probeert. Ja. Dat bedoel jij te vertellen, Marcel. Ja. Nou ja, afwachten maar. Het is een vervolgverhaal over die zetel. Dat zullen we de komende weken nog wel weer vaker aanstippen in het programma. Ja, wat mij betreft wel. Zo je moet is wel het. Vinger aan de pols houden. Ja, daar zijn we ook wel een beetje voor. De luis in de pels, hè? Luis in de pels, uiteraard. We hebben nog wat andere dingen op het lijstje staan. Waaronder, ze zijn weer bezig met Ömer Bayram, hoor ik. Om die toch maar terug te willen halen. Ja. Die wilde dan weer wat te veel verdienen, hè, van de winter. Hoe oud maar is die? Zijn er wel weer, hoe mee oud bezig? Is die inmiddels? Daar, 32. Oh, dat valt mee. Ik dacht die ouder was. Ja. Dat moet wel een beetje. Maar ja, hij is transfervrij. Hij is transfervrij. Dus dan, maar hij heeft wel een hoog salariseis. Het is wel een ervaren jongen, hè? Ja, en hij komt uit Breda oorspronkelijk. Dus dat is ook wel mooi. Dat is leuk. Maar dat doet Schalk ook. En die speelt nou ergens anders. Ja. Ik weet niet of we dat moeten doen.
Ik ben daar heel erg huiverig voor. Waarom? Ja, ik weet niet. Hij was een goede voetballer. Ja. Toen ging hij best wel jonger naar Turkije. Maar ik denk dat we kunnen hem ook niet betalen. Ik denk, nee, dat is waar. Zo niet. Zou hij heeft toch een hoge salariseis. Is dat zo? Ja, dat had hij. Het is al een dure jongen. Is dat zo? Zegt men. Dat hoor ik liever van hemzelf. Ja. Als we daar dan uitkomen. Ik denk dat er een hele duidelijke lobby is om hem. Zij willen zelf ook. En volgens mij willen ze daar gewoon wel echt wel water bij de wijn doen. Alleen. Het had bijna zover gekomen afgelopen stop. Het is wel een ervaren jongen. NAC besloot dat ze er binnen enkele dagen uitsluitsel over wilden hebben. En dat dan voor een bepaalde datum wilde NAC gewoon een back hebben. En dat werd Royo. En we konden niet op Bayram wachten. Maar ze hebben het nou weer. Worden dingetjes toch wel weer aangewakkerd. En komt er toch iemand wel weer in beeld. We gaan het zien. Ja. Ja, volgens mij is geld niet zo'n hele grote issue. Toch niet? Nou, dat had ik begrepen. Maar ik heb inderdaad. Ik weet niet van wie jij dat begrepen. Ik heb dat gelezen, maar dat is inderdaad gelezen. Oh ja, dus ik weet niet. Ja, gelezen waar? Ik heb ze niet. Op Facebook? Nee, wel volgens mij. Ben je in de stem? Nee, ja, maar doen aan bronnen, hè? Nou, we zien het wel. Ja, ik ben nooit zo voor. Ja, terughalen werkt ook niet altijd voor mij. Spelers terughalen. Ja, het kan wel eens een keer leuk uitpakken, maar. Hij is niet meer zo jong, hè? Maar toen hij de eerste periode bij NAC zat, was hij links buiten. Hè? En nu is hij links back. Ja, anders. Ander plekje. Ik denk dat het ook veel te maken heeft met wat heeft zo'n ploeg op dat moment nodig. Als dat denk ik ook. Ja. Zo wat ervaring en vuur nodig heeft. Een elftal kan wel één speler. Je moet er niet te veel hebben. Met heel veel ervaring kan een elftal wel gebruiken. Ja. Hè? Ja, inderdaad. Nou ja, vooral die ervaringen, die voetbalslimheid op internationaal niveau. Wat ons nu compleet ontbeert. Waar we ons nu onze haren vanuit de kop trekken. Wat we af en toe op het veld zien van die domme, onvolwassen dommigheden. Van joh, dit zie je toch van heinde verre aankomen. Of die bal ingooien, hou op joh. Ja, daar word je dan kun je gewoon trainen, kun je gewoon bespreken, dat soort dingen. Ja, maar Bayram is er ook gewoon in. Die weet die geeft maar ook op de flikker op het moment dat ze dat zien. Een schop onder de kont, dat soort domme dingen doen. Dat is wat jij zegt, dat is voetbalslimheid, ik noem het altijd voetbalgochme. Ja. Ja, die houdt de boel wel scherp volgens mij, hoor. Ja, dat denk ik ook. Daar heeft hij wel op gedaan. Ja. Dat denk ik wel. Als je in Turkije in de competitie hebt gespeeld, dan heb je dat wel. Ja, heb je daar wel alles mee gemaakt. Gooi je de flessen, daar gaan ze niet voor één beker stoppen. Nee, daar niet. Nee, er gaan er wel meer dingen naartoe. Er wordt een complete veldslager op het veld. En dan gaan ze nog door. Ja. Hé, nou, we zijn bijna weer aan jouw favoriete onderdeel. Ja, daar komt hij weer. NAC-praat, Grabbelton nieuws. Ja, de jeugd. We beginnen met de onder 13. Wat hebben bij Baronie meegedaan aan een toernooi. Daar zijn ze zevende geworden. Hey. Van de 16? Van de 16. Dus dat doet best goed. Dat is niet niks. En de onder 14, die hebben een toernooi in Lierse, zeg ik dat goed? Lierse. Bij Lier. En die hebben een negende plaats gehaald van de 20 deelnemers. Allemaal paastoernooitjes, hè? Ja, doen het goed. Hoor. Doen het echt goed, onder 14. Dan gaan we verder met het programma. De onder 11-2, die moet tegen RBC op Hexabiel. De onder 11-1, die zijn vrij. Want ik had het net over de onder 11-2. De onder 12, die speelt ook... nee, niet ook. Die spelen tegen FC Den Bosch op Hexabiel. Dan de onder 13 speelt tegen Barendrecht op Hexabiel. Mm-hmm. Ja. De onder 14 die heeft een volgens mij een leuke wedstrijd tegen PSV ook op Hexabiel. Dan komt er eindelijk een leuke naam. Ja, Leon de onder 15 die moet naar Heerenveen. En waar spelen die? Ja, Schotterwald. Ja, Schotterwald. Die, dat is in Heerenveen, dat hoor je zo wel door het naam. De onder 16 die zijn vrij. Die willen lekker uitslapen. De onder 18. Die moeten naar de Graafschap. En de kenner die weet dan, nou, dan moeten ze naar de Bezelhorst. Dat is ook zo. En de onder 21 moet tegen Willem II op Hexabiel. Dat wordt wel een kraker, hè? Of nee? Nou, dat is voor de competitie, ja. Dus dat gaat om de onderknikkers, hè? Ja. Godverdomme. Nou, dat wordt een mooie keer. 14:15. Dat wordt een mooie, ja. Dat is van de jeugd, jongens. Ja. Ja. Zijn we er al doorheen met de jeugd? Ja, dat was de laatste. Jongens, we gaan te snel. Is dat zo? Nou, bijna. We hebben nog 5 minuten. Oké, dan gaan we nog doen. We hebben nog wat updates voor wedstrijden. Want de NAC Dordrecht, volgende week vrijdag is die om 8:00. Kaartverkoop gaat best wel weer goed voor de losse kaarten volgens mij. Want er zijn er helemaal niet meer zoveel, zag ik.
Het is wel ongelooflijk, maar die kun je nog steeds kopen. Maar er zijn er dus niet meer veel. Nee, die gaan wel hard, ja. Ook zelfs voor Dordrecht lopen we warm. Ja. Dus voor de bus naar... er zijn er volgens mij al 521 kaarten voor FC Groningen verkocht. Voor de bus, voor de auto zijn er nog 65 en voor de bus zijn er nog 7 kaarten. Zijn er zoveel mannen, zoveel kaarten verkocht? Ja. Ja. Dus als je zondagmorgen niks te doen hebt, je denkt van, oh, ik wil ze even naar Groningen, dan kun je er ook mee. Ja, dat is wel vervelend, want ik had eigenlijk, ik moet dan rijden en terug en we gaan net te laat terug. Ik had eigenlijk Parijs-Roubaix nog. Oh ja. Ja. Daar ga ik niet eens halen. Ja, zet je gewoon een Radio 1 op. Dat is ja, leuk. Ik zal hem in de radio op de radio en dan ook moeten luisteren. Dus. Ja. Nou ja, ik, keuzes. Oh, dan maak ik reclame voor een andere radiozender. Dat is ook niet meer. Ja, maar ik denk dat ook de Grand Prix van Japan, die is om 7 uur, hè? Die begint om 7 uur. Dus die kan ik weet het nog... niet. Dan weet, ja, weet, nou, dan weet ik al 7 uur. 7 uur, Grand Prix van Japan. Zullen we 9 uur vertrekken net na het Wilhelmus, dan kunnen we vertrekken. Ja, dat lijkt me goeie. Ja, ik heb gewoon de planning even aan doen hier, Leo. Ja, ik heb net gekeken. Het is 2,5 uur rijden. Ja. En ik heb een blast van 10 liter. Ik zou hem in één keer kunnen rijden. Maar ik heb wat rokers en wat kippenblaasjes bij. Dus ik moet er nog minimaal een uurtje bij optellen. Ik kreeg van de week wel weer het schokkende bericht dat Den Bosch uit is met de bus. Ja, ik heb kaart hebben al in de pocket. Ja, die heb ik ook al. Ja. Zit in busje. Bus 4, hooligans. Ja, wil je Nachtpraat Radio live meemaken, moet je buskaart van bus 4... Ja. Wil je alvast op de terugreis de wedstrijdanalyse horen, nou, dan moet je even bus 4 zitten. Dat was weer helemaal niks. Dat was helemaal niks. 400 kaarten maar, dat is niet zo heel veel, dus die zullen wel allemaal eruit gaan. Ja, dat denk ik ook wel. Vrij dichtbij. Ja, de kidsclub gaan ook weer mee, geloof ik. Oh, die gaat ook mee. Ja, de bus de kids. Uitverkocht uitvak, dus zorg dat je er op tijd bij bent. Ja. Kaartverkoop is in volle gang. Hey, ik zie dat wij live, zondag, live te zien zijn op ESPN 1. We zijn het hoofdgerecht. Het hoofdkanaal, hè? Zijn wij gewoon zondag, hè? We zijn niet helemaal het hoofdgerecht. We zijn natuurlijk kwart over 12. Maar we zijn het voorprogramma van het hoofdgerecht. Juist, dat is het. Ja, dus... Dus we zijn daar gewoon te zien, hè? Ja. Dat moet je maar willen. Dat bedoel ik. Ja, wat denken we? Ik denk dat we compleet kansloos zijn. Even de opmaat naar de Nostradamus. Ja. Ik denk dat we niet... want die gasten zijn gewoon in bloed. Die zijn in vorm. En wij niet. We hebben weer een aantal mensen die we niet erbij hebben. Van den Berg is er nog niet bij. Kemper is er niet bij, zie ik. Oh nee, daar moet je niet naar kijken. Klopt dat niet? Oh. Maar dat is een oude lijst, of niet? Ja. Ik lees het allemaal want voor. Want die voorbeschouwing, er zijn nog geen echte voorbeschouwingen gemaakt voor deze wedstrijd. Nee. Dus kijk daar alsjeblieft niet naar. Maar Van den Berg heeft die schorsing is eruit. Hè. Dus, Jantje. En Patriot die is er ook gewoon bij. Oh, die is ook weer bij. Hè? Ja, die keren we terug. Dus is er ook gewoon weer bij. Dus, ik verwacht, zeg het maar. Gaat dingen op links spelen, Kuipers? Ik hoop het allemaal niet. Of Janosek? Ik word er allemaal niet vrolijk van Kuipers. Kuipers word ik niet zo blij van. Maar weinig wat vrolijk momenteel. Uitwedstrijd, iets meer ruimte, wie weet. Ja, zou het. Ja, oké. Okay. Ja, ik wil ook wel aanvallen. Probeer maar iets positiefs te doen. Probeer iets. Als ze allemaal volgens hetzelfde plan het veld ingaan. Met hetzelfde plan ingaan en uitvoeren. Dan kan het misschien nog wel wat worden. Maar ik denk... Ik sta er niet van te kijken als ze er alles aan doen om JP te wippen. En een of ander vaag systeem op het veld. Ja. Wie niet doen wat de beste trainer zou willen. Ja, dan was dus dan is het gewoon klaar, hè? Als we dik op de boek krijgen, dan is het wel klaar, denk je? Daar gaat het wel praten over. Maar dat denk ik dan ook wel eigenlijk. Ja. Dat weten we niet helemaal zeker, maar... We staan dicht bij de afgrond, hè? Ja. Dan is het... En dan denk ik dat Molloek het seizoen afmaakte. Ja. Dat lijkt me wel. Ja, maar dan heb je geen schokeffect. Nou, oké. Okay. Eventueel. Ik weet niet. Misschien kan het toch gewoon. Vind of dat nodig hebben. Hij mag het doen, interim. Hij kan het doen, hè. Ja, klopt. Ja, en wat we al zeiden, de papieren zijn in de technische staf aanwezig om het te kunnen doen. Ja. Van het seizoen. Dus wie weet wordt het dan nog wat. Krijgen we nog hoop ook? Nou, we krijgen bestelde teleurstelling. Nee, ik denk dat moeten we ook niet. Dat zei Kemper nog, hè? Hey, volgens de statistieken, er gaan er toch best veel promoveren. Er toch best veel die uiteindelijk 7 of 8 zijn geworden. Ja, wij zelf ook een keer. Ja. Dus ja. Ja. Maar toen draaiden we ineens beter, hè? Ja. Alhoewel ik ook wel kantje boord was. Ik zie ook, dat vind ik ook heel ernstig. Ik zie geen stijgen. Nee, dat klopt. Nee, ik zie geen verbetering. Ik zie dat het kan. Nee. Dat is het ergste. Ja. Nou, enigszins verbetering zie, dan heb ik daar nog wel een goed gevoel over. Maar dat zie ik helemaal niet. Nee.
Nou, laten we maar naar Nostradamus gaan, jongens. We hebben een voorspelling van Sander met 3-1. Dus okay. Die heeft ook al heel veel vertrouwen, hoor ik. Ja, nou goed. Leon. 3-0, dan maar. Ik wou ook 3-1 gaan, maar 3-0 dan maar. Ik hou het op 2-0. En Patrick, heb jij allemaal... 0-2. Zo, dat is optimistisch. Hebben we Jury al binnen of nog niet? Nee, geen goal. Nog niet binnen. Nou, die komt wel met waarschijnlijk met een 1-7 aan. Ja, zoiets. Nou, ik hou hem maar weer op 0-0. Het is afgelopen week. Zo. Had ik het wel fout, maar ja. Oh, nou dan we hebben we een goede terugreis, hoor. Ja, ja. Lijkt boven. Ja. Wordt een hele mooie wedstrijd. Oh, we hebben een mooie wedstrijd. Tot volgende week. Mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad.